Dokter toch? Hoe lang ligt hij hier al? Hij is vanaf woensdag niet meer op zijn werk verschenen. Wie is deze meneer? Niels Degenaar, 38 jaar, ambtenaar van de burgerlijke stand. Ongetrouwd. Zijn ouders zijn overleden. Minstens 5 dagen dood. De katten hebben zich te goed gedaan aan het bloed van het baasje. Natuur is wreed. Lijkt wel een rituele moord. Aliens van Mars. Dat is bijna niet meer aan te komen. Deze jongen heeft een heel indrukwekkende collectie. Is er een moordwapen gevonden? We zoeken een zwaarmetalen voorwerp, iets puntigs. Hij heeft een flinke klap gehad. En die driehoekjes op zijn borst, zijn die voor zijn dood aangebracht? Dat moet ik tijdens de sectie bekijken. Je hoort nog wel. Ja, dat zou wel te ziek zijn, hoor. Wie heeft hem gevonden? Zijn vriendin, Sanne Reitsema. Zit bij de overbuurvrouw. Ze woont zelf in Bergen aan Zee. Nooit gaan slapen voordat je het goed hebt gemaakt. Had u ruzie met uw vriend? Altijd. Wanneer heb je vriend voor het laatst gezien? Hij zei dat hij terug zou bellen. Dat er iemand aan de deur was. Wanneer was dat? Dinsdag. Dinsdag, ja. Op mijn werk, 5:00. Maar hij belde niet terug. Ik heb hem woensdag zelf nog gebeld. Maar hij nam niet op. Degene die aan de deur belde, weet ook wie dat was? Nee. Waar was u afgelopen dinsdag? Hier, thuis. Niets gehoord of gezien? Nee. Landman. Wie? Landman. Nee, Sanne, dat is onzin. Wie is Landman? Het is een therapeut. Sanne... Niels haatte hem. Ik weet zeker dat Landman het is geweest. Landman heeft Niels vermoord. Kalm, Sanne, kalm. Jessica, haal eens een glas water. Deze is dood, hè? Gaat het weer? Ja, hij schopt wel vaak. Water, Jessica. Bizar aan boord. Heel bizarre vrouwen. Onappetitelijk ook. Hebben we er last van? Ja, het maakt mijn werk een stuk minder aangenaam.
stond net met een man te praten. Die vertelde dat dat buurmeisje doodsbenauwd was voor het slachtoffer. Dat ze altijd met een grote boog om hem heen liep. Ja, ik wil die vrouwen morgen op het bureau hebben. Alle drie. En zoek eens uit of wij iets weten over een landman. Een psychotherapeut. Die zit onder de kattenharen. Gadverdamme. Ja, Dick, kom op. Ja. Niels Degenaar werkte in de Stopra. En dan was er dinsdag voor het laatst. Maar de laatste maanden was hij wel vaker ziek, dus niemand vond het echt vreemd. Wisten die collega's of die Degenaar ook aan occulte zaken deed? Alleen dat het een SF-fanaat was. Maar ja, dat wisten wij ook al. Science fiction. Ja. Mathieu Landman, 53 jaar. Eclectisch psycholoog. Wat? Eclectisch psycholoog. Hij combineert diverse therapievormen. Hypnose, reïncarnatie, regressie. En hij is expert op het gebied van alien abduction. Wat is dat? Dan behandelt hij mensen die door buitenaardse wezens worden ontvoerd. Ja, ja. Nou, veel gekker moet het niet worden, hè? U komt voor mijn man? Als u mevrouw Landman bent. Ja. Mijn naam is de Kok met COCK. Mijn collega Dick verder. We zijn van de recherche. Recherche? Oh, sorry, ik dacht dat u... Een patiënt was? Nee. De assistente van mijn man is ziek. Ik ken zijn cliënten niet, sorry. Dat is een heel begrijpelijke vergissing, hoor. Kom, Monica. Ben je weer teruggekund? Ja. Ik ben wel bezig. Wat een tragedie. Was hij een patiënt van u? Nee. Zijn zus Saskia was een cliënt van mij. Pleegde vorig jaar zelfmoord. Maar zo'n therapie is toch juist bedoeld om zoiets te voorkomen? Het wendt nooit, meneer de Kok. Niels Degenaar verwerkte zijn verdriet door mij van alles kwalijk te nemen. Hij achtte u verantwoordelijk voor de zelfmoord van zijn zuster. Hoe reageert u daarop? Professioneel. Afstand houden. Hoe gaat nou zo'n therapie? U brengt uw patiënten onder hypnose en... patsboem, schiet ze zo in een vorig leven. Als u niet in reïncarnatie gelooft... is regressietherapie misschien wel iets voor u. In de vroege jeugd zitten vaak heel wat trauma's verborgen. Nee, dank u. Nee, voor je het weet dan... blijkt opeens ontvoerd te zijn geweest door een marsmannetje. Nou, dat zou u verbazen hoeveel mensen daarin geloven. U gelooft ze niet? Nou, wat mij intrigeert, het is dat ze angsten hebben... die ik niet kan verklaren. Die angsten worden toch gewoon aangepraat? Aangepraat. Door wie, als ik vragen mag? Door IT. En meneer Spock. Televisieseries, films. U bent blijkbaar de expert. Heeft u dit ooit op tv gezien? Wie heeft het getekend? Een cliënt van mij. Ik zou graag willen weten wie. Dat mag ik helaas niet zeggen. Ik vraag dit omdat wij bij het lichaam van de slachtoffer drie driehoeken hebben aangetroffen. Precies zo. Mathieu, meneer Worms is er. Is er iets aan de hand? Niels Degenaar is dood aangetroffen. Niels? Dat is verschrikkelijk. Meneer de Kok, ik kan en wil het vertrouwen dat mijn cliënten en mij stellen niet beschamen. Dit was het.
Wat een vage lul. Je hebt er dus op therapeuten, hè? In de vroege jeugd zitten vaak heel wat trauma's verborgen. Eén ding was meer dan duidelijk. Zijn vrouw kende Niels? Heel goed, Dick. De vrouw van de therapeut kent de broer van de ex-patiënt. En wat betekent dat? Dat wij er een nachtje over gaan slapen. Goedemorgen, dokter. Met jou in de buurt. De kop, dit is een raadslachtig geval. Hij is vorige week dinsdag overleden. Doodsoorzaak een hoofdwond. Maar het eigenaardige is, de wondranden zijn verbrand. Verbrand? Ja. En die driehoek op zijn borst, leefde die toen nog? Die zijn er absoluut later ingekerfd. Ja, dat valt dan weer mee. Valt mee? Vind ik bizar. Bizar? Dit is bizar. Dat zat in zijn linkeroor. Een gehoorapparaatje of zoiets? Ah, hij is een tracker. Aliens plaatsen een tracker in mensen die ze in de gaten willen houden. Zegt wie? Dat is algemene kennis. Iedereen weet het in de science-fiction literatuur. Ten nadelijk op fiction, Abkeizer. Dit is allemaal onzin, flauwekul. Ja, dat wil ik ook wel. Zo, jij gelooft er toch in? Nee, natuurlijk niet. Ik kon dit materiaal onmogelijk determineren. Het gaat dus naar Rijswijk. Kijken of zij de wijzers kunnen worden. Wil je nog weten wat er in zijn maag zat? Een diepvriespizza. Confruti dal mare. Ja, inderdaad. Verpakking lag op de aanrecht. Dus u heeft vorige week dinsdagavond niets gehoord? Nee. Zelfs geen muziek. Muziek? Niels die draaide vaak van die psychedelische muziek. Nou, ik kreeg er de zenuwen van. Wie zorgt er nou voor zijn katten? Die zijn naar het asiel. Ach, god. Ach. Ja, ik zorgde altijd voor die beestjes als hij bij Sanne zat. U had een sleutel van zijn huis? Ja. Ja, voor die katten. U had Niels al de hele week niet gezien? Nee. Of gehoord? Nee. U bent niet even gaan kijken of er iets aan de hand was met de katten? Nee. Nee. Kijk, hij zei het altijd als hij naar Sanne ging. Dan zei hij dat. En dan zorgde ik voor die katten. Maar hij had nou niks gezegd, dus... Ben je ook niet gaan kijken? Nee. Nou, we vonden het wel gek, hè, Jess, dat we niks van hem hoorden. Nou, en daarom belde ik met Sanne. En toen kwam Sanne en toen... Nou, de rest, dat weten we. Nou, we weten niet wie het gedaan heeft. Nee, dat weten we niet. Hè. Was je goed bevriend met Niels? We waren goede buren, hele goede buren. En jij? Ja, nou, we konden het prima met hem vinden, Jess. Of was je bang van hem? Jess is voor iedereen een beetje bang. Sanne had het gisteren over meneer Landman. Ik kreeg het gevoel dat u hem ook heel goed kende. Hij is mijn therapeut. En waarom ga jij naar een therapeut, Jessica? Zomaar. Heeft u enig idee wie Niels Degenaar vermoord zou kunnen hebben? Nee. Hij had natuurlijk wel heel veel ruzie met Sanne. Ja, dat hij niet met haar wilde trouwen en zo. Dat is ook gek. Een ambtenaar van de burgerlijke stand die zelf niet wil trouwen, toch? Ach. Nou, dat vind ik wel. Dat vind ik gek. Ja, ze is al in de zevende maand. Niet van Niels.
Wie is het kind dan? Van niemand. Zou zij er eens zijn? Wat? Nou, iemand die door een stel buitenaardse wezens ontvoerd is. Ik zie vooral een heel bang meisje. En dat het kind niet van Niels zou zijn. Dat kunnen we zo aan Sanne vragen. Ja, die zegt natuurlijk van niet. Jongens, Sanne is de dochter van Sander Schotten. Oh, moeten wij die kennen? Ze is een kunstenaar. Beetje mafkees, maar hij maakte wel mooie dingen. Zo is hij dood? Pakweg 30 jaar. Was nog een hele rel, want hij wilde zijn eigen lijk tentoonstellen. En dit zijn de voorstudies. Dat is toch hartstikke interessant. Die man was zijn tijd ver vooruit. Zien jullie het niet? Wat? Hij ligt er net zo bij als Niels Degenaar. Meneer de Kok. Gaat het weer? Nee. Gisteren dacht ik nog even. Nu komt hij. U weet al wat het wordt? Vanaf de eerste dag noemde ik hem al Job. U was niet met de vader getrouwd? Nee. Niels wilde niet. Ja, ik vroeg er ook niet. Toen ik zwanger werd, toen veranderde alles. Voor Niels niet. Liep je die ruzies hoog op? Ik zou toch nooit de vader van mijn kind vermoorden als u dat bedoelt? Niels was de vader. Ja, natuurlijk. U dacht gisteren nog dat Landman, die therapeut, iets met die moord te maken had. Ja, Niels terroriseerde die man, ja. Vanwege de zelfmoord van zijn zuster. Nou, door die therapie van Landman was zij ervan overtuigd geraakt dat haar vader haar als kind seksueel misbruikt had. Niels was woest. Op Landman? Hij zei dat hij het haar had aangepraat. En ik moet ook eerlijk zeggen dat van die incest, dat kon ik ook niet geloven. Die vader van Niels, dat was een lieverd. 4 jaar geleden overleden. Kanker. Heel naar allemaal. Was de relatie met uw eigen vader ook zo goed? Hebben jullie dit uitgezocht? Mijn vader was 66 toen ik geboren werd. 4 jaar later was hij dood. U hebt hem dus eigenlijk niet gekend? Nee, ik ken hem alleen van zijn werk. Ik heb nog geluk gehad. Job zal het moeten doen met alleen wat foto's. Je vrouw is vreemd. Ze is niet de enige. Die zaak is vreemd. Die al die achterlijke met een mambo jumbo space en veders. Lulkoek. Vind jij toch ook? Jawel, maar ik laat niet zo merken. Zeg, Niels Degenaar had een straat- en een contactverbod met Landman. Waarom? Nou ja, dreigtelefoontjes, bekladden van zijn huis, nachtelijke scheldpartijen. Het ging behoorlijk ver. Jo, nou, laat hem maar komen. Zeg, is dit aards genoeg? En het verklaart waarom zijn vrouw hem kende. Hoe gaat het met de zaak? Nou, lastig. Ik las ergens dat er een therapeut in het spel is. Ja, en mensen die ontvoerd zijn er buitenaardse wezens. Ja, lopen wat gek rond. Hoe heet die therapeut? Landman. Oh, nee, die ken ik niet. Nee. En jullie denken dat hij de dader is? Ja. Of een van zijn patiënten. Een van zijn patiënten? Oeh, maakt de zaak nog complexer. Sterkte. Waar ging dat over? Dreigbrieven. In je huis beklad. Een straatverbod. Waarom heeft hij dat niet eerder verteld? Respect voor de doden. Ik geef toe dat ons gezin een zeer onplezierige tijd achter de rug heeft. Een hele opluchting dus dat Niels Degenaar er niet meer is. Wat wilde u horen? Dat ik hem heb vermoord. Ik had al maanden geen last meer van hem. Waar was je vorige week dinsdagmiddag, zeg maar, vanaf 5 uur? Vorige week op de praktijk. En tegen 6
ben ik met mijn vrouw naar ons vaste restaurant, El Gallo, gegaan. Die tekening die ik de laatste keer van u kreeg, met die drie driehoeken. Piramides. Piramides? Sommige mensen geloven dat de piramides door buitenaardse beschavingen zijn neergezet. Volgens mijn leraar geschiedenis waren dat de oude Egyptenaren. Op mijn vakgebied staat de driehoek voor piramide en buitenaardse invloed. Wilt u dus zeggen dat Niels Degenaar is vermoord door iemand die gelooft in buitenaardse wezens? Meneer de Kok, ik zeg niks. Het buurmeisje van Niels Degenaar, Jessica, is ook een cliënt van u, hè? Is dat een constatering? Dat heeft ze ons verteld. Of is dat een vraag? Dat heeft ze ons verteld. Gelooft zij dat ze ontvoerd is door buitenaardse wezens? Eerst maakt u mij verdacht. En vervolgens probeert u mijn beroepsgeheim te breken. Wilt u ons nou zeggen in het belang van het onderzoek waarom Jessica zo bang was voor de buurman? Meneer de Kok, ik begrijp het belang van uw onderzoek en ik hoop ook werkelijk dat u slaagt. Maar ik vraag u mij niet verder in verlegenheid te brengen. Misschien een hint? Nee, spijt me. Ik heb al te veel gezegd. Wat denk je? Dat het een lul van een vent is. En dat het er erg op lijkt dat hij Jessica in bescherming neemt. Hij gaf een hint. Ik wil nog eens met hem praten. De pins erbij. Als jij niet erg vindt. Nee, absoluut niet. Waarom was je bang voor je buurman? Heeft hij iets gedaan? Niet wat jij bedoelt. Wat bedoel ik dan? Iets seksueels of zo? Dat niet. Wat dan wel? Heeft iets te maken met die ontvoeringen? Weet u dat? Dat ben je toch voor de therapie? Omdat je ontvoerd wordt? Niemand gelooft me. Dat ze me steeds meenemen. Dat wie je steeds meenemen? Weet ik veel. Ik weet het niet. Als ik slaap. Soms overdag, dan zie ik fel licht. En ineens ben ik bij ze. Dan lig ik in dat licht en dan kijken ze. Zoeken. Ze raken me aan. Ze opereren me. Ik voel er niks van. Ik zie het wel en ik kan helemaal niks doen. En als ik dan weer hier ben, dan heb ik gewoon een beetje een weeën gevoel. Hier, meestal. Denk je dat die buitenaardse wezens Niels vermoord hebben? Dat zouden ze echt nooit doen. Waarom niet? Dat voel ik. Waarom was je dan bang voor hem? Volgens mij omdat ik... Ja? Gelooft u mij? Dat ik ontvoerd word? Ze stoppen iets in je. Soms valt het uit. Maar ja, dan zorgen ze wel weer dat ze er weer nieuwe in stoppen. En weet je waarom? Omdat ze je dan altijd kunnen vinden. Gelooft u mij? Alsjeblieft. Ik kreeg een heel onwerkelijk gevoel bij dat meisje. Geloof je toch niet? Trouwens, de restauranteigenaar was diep teleurgesteld dat Landman zowel de soep als het hoofdgerecht had teruggestuurd. Dus Landmans alibi klopt? Ja. Hé, hey, nog meer trekkers? Ja, het draait er straks op uit dat het doodgewone aardse dingen zijn. Ja, dat geloof ik ook. Ik ben erachter waarom Niels Degenaar niet met Sanne wilde trouwen. Bindingsangst? Nee, hij was al getrouwd. Wat? En hij had ook al een kind. Niet waar. U wist niet dat hij getrouwd was?
Nee. Getrouwd. Dat is toch niet te geloven? Hij was al getrouwd, die zak! En een kind? Hij had verdomme al een kind. Zeg, wat is dit? U kende die vrouw? Nee, nooit van gehoord zelfs. Hoe lang had je al een relatie met hem? 5 jaar. En nooit iets gemerkt? Nee. Zijn zus had nooit iets gezegd? Oh, die was zo gek als een deur. Nou, als ik nou eens zeg dat ik je niet geloof, dat ik denk dat je er al een week geleden achter bent gekomen dat Niels al getrouwd was, en dat hij nooit met jou zou trouwen. Zeg jij me nou weer dat ik Niels vermoord heb? Ik pik dit niet, hè? Ga even lekker zitten. Nee. En als je me wil arresteren, dan doe je dat. Dan haal ik er een advocaat bij. En niet dit soort vage lul. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Dick. Wat? Ze wist het echt niet. Wat? Vaag lul. Niels Degenaar had geen contact meer met zijn echte vrouw. En ze had repetitie van het vrouwenkoor op dinsdagavond. Dus. Waarom waren ze nog getrouwd? Belastingen, verzekeringen, dat soort zaken. De kok. Hm? Mieke Schaai zit beneden. Jessica heeft de polsen doorgesneden. Ze was bij u geweest, dat zei ze. Maar wat is er dan gebeurd dat ze zo overstuur is geraakt? Ze was nogal geëmotioneerd. Ik was al eerder bij Niels wezen kijken. En toen... God. Toen zag ik hem... Waarom hebt u niet meteen de politie gebeld? Mijn man overleed toen Jessica 13 was. Een auto-ongeluk. En zij was erbij. Als enige. En vanaf die dag... Van Jessica? Ik vroeg Jess of ze er geweest was, maar ze wil niet praten. En toen dacht ik... Wat dacht u? Zij dacht dat hij hier niet van hier was. Een alien. En ze ziet overal aliens. En dan gaat ze weg, hele nachten, en dan loopt ze door de stad... en dan komt ze thuis met een verhaal dat ze is geopereerd of... Dat ze is ontvoerd. En je ziet je kind naar de knoppen gaan en je kan helemaal niks doen. Realiseerde zich wel dat u hiermee uw eigen dochter beschuldigt? Ik heb liever dat ze wordt opgesloten dan dat ik er helemaal kwijtraak. U vroeg toch naar de post van Niels? Ja. Noem je mee? Ja. Ja, haal Jessica morgen maar op. Oké. Okay. Waarom heb je dat gedaan? Niemand gelooft me. Mijn moeder niet. U niet.
Is deze van jou? Ja. Is dat Niels? Dat wist ik toen nog niet. Waarom moest hij dood? Hij wist wie ze waren. Hij was gevaarlijk voor ze. Het was een opdracht. Jessica? Hoi, kom binnen. Ik sta net op te strijken. Een glaasje fris. Ja. Ik heb een tijdje niet gezien. Hoe gaat het met je? Wat? Alsjeblieft. Ik moest hem uitkleden en op de tafel leggen. En toen? Toen? Toen heb ik een mes uit de keuken gehaald. En moesten 3 piramides op zijn borst. Waarom? Dat moest. Je hebt iets in zijn oor gestopt. Waarom zou ik dat doen? Wat heb je met het mes in de strijkbout gedaan? Weggegooid. Bij het vuilnis. Wat gebeurde er? Wat voelde je toen je hem doodde? Weet ik niet. Niks. Heeft zij het gedaan? Ongelooflijk. Dan zeg je zoiets, ja. Dat geloof je het niet. Waarom niet? Die schroeiplekken om de wond komen door de strijkbout. De 3 hoeken zijn verklaard. Alles wijst erop, ja. Het klopt. In het hele huis is geen strijkbout te vinden. Wel een strijkplank. Bedankt, Appie. Ik ga naar huis. Moet ik die post nog meenemen voor Sanne? Regel ik wel. Oké. Prettige avond, ja. Ik zie je maandag. Zo, jongens. Zaak opgelost. Weekend. Zeg, het is een duur boeketje. Heb jij ergens bloemen gezien? Waar? In het huis van de slachtoffer. Geen bloemen, toch? Ja, maar dat kan toch voor iedereen geweest zijn? Voor zijn vriendinnen, voor de moeder van die Jessica, voor het oppassen van de katten. Moeder van Jessica? Die kokken vinden het ook ontzettend lullig voor dat meisje. Laat het los. Weekend. Nou, hij heeft gelijk, de kok. Je moet het loslaten. Voor je het weet zit je ook bij zo'n therapeut. Nou, dat lijkt me sterk. Natuurlijk, dat therapiegedoe. Ik ben eens een keer met mevrouw mee geweest. Dat totale onzin. Ja, zij heeft er baat bij. Lijkt me erg fijn van haar. Ja, niet dat mevrouw zo gek is als het meisje. Dat is het niet, als je dat soms dacht. Ik dacht nog niks. Nee, maar er valt gewoon geen normaal gesprek meer met haar te voeren. Elke keer als ze thuis komt, is het net alsof ik die therapeut hoor praten. Ja. Nee, ik wou alleen maar even zeggen, goed gewerkt. Ja, eruit de kok. In mijn zaak. Max. Die haren die komen overal terecht en via de spoelbak bij je conditie.
Dat is lang geleden. Pijn in je kuiten. Begin me zorgen te maken. Je meent het. Zo'n meisje is knettergek. Moet je niet binnen laten komen. Dankjewel, Louis. Louis? Kom zo bij je, Meijer. Zie je die twee daar? Meneer en mevrouw Meijer. Zij weet niet dat hij hier van de week met een ander mokkeltje zat. Ja, ik ook niet. Ik noemde hem gewoon mevrouw Meijer. Vond hij wel geinig. Ja, het leven gaat hier in al zijn façades aan je voorbij. Huis ingaan. Of was het Kermiegeld? Fakulo. Ja, ik ben blij dat ik je weer zie lachen. Ben je eruit? Nee. Louis? Ja? Notenboom. Ja! Kun je je weekend even uitstellen? Ik ben eruit. Bedankt. Waarom wil de heer Kok ons spreken? Ik wil u zeggen dat Jessica alles heeft bekend. Ze had het mij verteld. En toen stond ik voor het vreselijke dilemma of ik mijn vertrouwenspositie op het spel moest zetten. Ik neem aan dat ze ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard. Het zal uitdraaien bij levenslang TBS. En ik moet u zeggen dat ik er erg veel moeite mee heb. Want ik geloof dat ze onschuldig is en ik denk dat u dat weet. Ja, wat is dit? Ik word nu weer verdacht. U heeft een bekentenis. Van een bang meisje. Het alles geloof wat u al liet geloven. Zelfs dat ze Niels Degener had vermoord. Mathieu? Mag ik hier zomaar van alles en nog wat worden beschuldigd? Ik heb een alibi. Ja, de eigenaar van het restaurant heeft dat bevestigd. Maar ik vraag me af of het uw vrouw was die bij u was. Horeca-exploitanten gaan nogal omzichtig om met dit soort informatie. Ik zeg u, mijn vrouw was bij mij. Wie paste er op de kleine? U... Wilt de naam van de oppas? Heel graag, dan kunnen we dat nagaan. En ook de kattenharen. Kattenharen? Ja, toen ik uit de woning van het slachtoffer kwam, zat ik onder de kattenharen. En de kattenharen uit de woning zullen vergeleken worden met die op uw kleding. U doet maar. Ook de kleding waarmee u van de stomerij kwam, mevrouw Landman. Kattenharen zijn namelijk niet het kleren te verwijderen. Wassen, stomen, dat maakt allemaal niks uit. Mathieu. Al zou dat aantonen dat we betegen naar thuis zijn geweest. Wat dan nog? We leven in een vrij land. Ze hebben niks. U kunt inderdaad opmerkelijk goed een professionele afstand houden. Ik zit hier niet op uw complimenten te wachten, meneer de Kok. Ik wil gaan, Joke. Kon u dat ook doen, een grafkrans aan uw huis werd bezorgd? Vorige week dinsdag, om precies te zijn, van Niels. Nogal macaber, vond ik zelf. Wij waren wat van hem gewend. Jij was wat van hem gewend, ja. Joke. Jij was alles van hem gewend. Telefoontjes, de muren, scheldpartijen op de stoep. Joke. Ach, gelul toch niet, Mathieu?
Ik trek dit niet meer. Jou liet het misschien allemaal koud, mij niet. Wij willen een advocaat. Ik deed die deur open toen die grafkrans werd afgeleverd. Weet u wat hij op die linten had laten zetten? Rust zacht, lieve Lonneke. Men heeft hard gedaan en mij zou mijn kind wat aangedaan hebben. Ik moest wel naar hem toe. En nou is het afgelopen. Zolang die lamlul van jou doorgaat met zijn praktijk, ga ik ook door. Jij blijft van Lonneke af. Dan had je man van mijn zus af moeten blijven. En van mijn vader, die klootzak maakt alles kapot. Jouw zus heeft zelfmoord gepleegd. Accepteer dat nou eens. Is er niet genoeg geweest? Nee. En niemand houdt me tegen. Jouw man niet en de rechter niet. Blijf van me af. Nee. Ik ga door. En ik raad jou aan om heel goed op Lonneke te passen. Ah! Niels. Niels. Mathieu. Mathieu, ik geloof dat hij dood is. Waar zit je? Bij Niels. Ik... Luister naar me. Joke, luister naar me. Niets aanraken. Ik kom naar je toe. Ik wilde hem niet vermoorden. Van Landman, komt u mee. Blijft u nog even hier? U denkt toch niet dat u hiermee wegkomt, meneer de Kok? Eerst uw poging mijn beroepsgeheim te breken. En nu dit buitengewoon onkies verhoor. Ik zie dat de hele zaak u meer doet dan ik dacht. Hoe heet dat in uw vaktaal? Projectie van de eigen schuld op een ander? U heeft ook al verstand van therapie. Ik probeer te achterhalen hoe moordenaars tot hun daden komen. En soms heb ik daar op zekere hoogte ook begrip voor. En er is meer dan ik van uw gedrag en handelingen kan zeggen. Ik probeerde mijn vrouw te beschermen. Ik was bang. U liegt. U bent geïntrigeerd door angsten van anderen. Omdat u die zelf niet hebt. U legt uw verantwoordelijkheid bij een kind. Dat denkt dat ze schuld heeft aan de dood van haar vader. En onder hypnose laat u haar geloven dat ze een moord heeft gepleegd. U hebt zelfs getracht mij ook in die richting te duwen. Met een tekening. Hints die u niet gaf en later weer wel. Zelfs met harde bewijzen. Hoe kwam u aan die trekkers? Die u in het oor van Niels hebt gestopt. Waarschijnlijk bij Niels thuis. Hij had een grote collectie science fiction. En ik denk dus ook aan Jessica hebt gegeven. U denkt veel, meneer de Kok. Dan kunt u het ook bewijzen. Ik hoef niks meer te bewijzen. U wordt veroordeeld voor obstructie van het onderzoek. Medeplichtigheid aan moord. En het aanzetten tot zelfmoord. En met een beetje hulp van de officier en van de pers... komt zelfs de zelfmoord van de zuster van Niels nog op uw konto. U bent een buitengewoon laag mens, meneer Landman. U helpt geen mensen. U misbruikt ze. En ik zal alles doen wat in mijn macht ligt... om dat in de toekomst te voorkomen. Goed gedaan, jongen. Dus Landman heeft die trekkertjes zelf geplaatst. Hij zal het ontkennen. Maar wat was het dan wel? Nou ja, wat maakt het nou nog uit? Zoals je al zei, draaide deze hele kwestie op een hele aardse zaak uit. Een veel te aardse zaak.